maandag en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb zo meteen online les op school. Ik zit in het kamertje bij mijn moeder, want we hebben hier geslapen. Dus ik ga zo meteen die online les volgen. Dat is tot 11 uur als het goed is. En dan ga ik weer terug naar mijn vader, want de hond moet uitgelaten worden. Dus, en voor de rest van de dag ga ik eigenlijk niet heel veel doen. Ik moet wat opdrachten voor school maken. Ik ga mijn weekvlog bewerken. Ik denk dat Milan en ik in de tuin weer eventjes gaan sporten. Ik ga mijn laptop aanzetten. En lekker online les volgen. Verder, ik weet niet eens meer wat het laatste is wat ik heb gefilmd. Volgens mij was dat bij mijn moeder, dacht ik. Ik weet niet meer zeker. Maar in ieder geval, het is al 5 uur. Ik heb mijn weekvlog bewerkt. Die is nu aan het uploaden. Ik heb schooldingen gemaakt. Ik heb online les gehad op school, maar dat was nog bij mijn moeder thuis. Ik heb gesport in de tuin, dus ik heb al best wel veel gedaan. Alleen gewoon niet gefilmd. Morgen ga ik afspreken met Rosa, want we gaan eventjes wat foto's maken. En ja, daarvoor moeten we naar buiten. Maar we zitten op een scooter. We zijn gewoon met z'n tweeën. Er komen geen andere mensen, gewoon met z'n tweeën. En op de scooter komen we niet heel erg dicht bij mensen in de buurt. We gaan foto's maken op een rustige plek. Waarschijnlijk zal het ook niet heel erg druk zijn op de plekken waar wij komen. Want daar is het sowieso al nooit heel erg druk. Waar wij foto's maken en laten staan in deze tijd. We hebben er wel goed over nagedacht van gaan we dit wel echt doen. Maar we zitten allebei echt al 2,5 week binnen. En willen gewoon eventjes lekker naar buiten. En we gaan niet hele drukke plekken opzoeken. Zoals ik al zei, we blijven gewoon lekker op de rustige plekjes. Maar daarvoor ben ik eventjes allemaal outfitjes aan het bedenken. Want ik wil weer eventjes een voorraadje foto's maken. Zodat ik weer eventjes een tijdje niet naar buiten hoef. Want ja, het liefst blijf ik ook gewoon binnen. Maar een keertje en gewoon goed opletten en je aan de regels houden. Vind ik wel dat dat kan. Ik ga niet naar een drukke winkel of ergens heen. Het zijn gewoon rustige fotoplekjes. Zullen jullie morgen vanzelf ook wel zien dat er waarschijnlijk echt geen hond is. En we gaan niet met het openbaar voor of zo. We gaan gewoon met de scooter. Dus dat. Maar daarvoor ga ik dus eventjes outfitjes bedenken. Milan die is nu aan het douchen. En als hij klaar is met douchen, ga ik douchen. Oh, ik heb echt spierpijn van het sporten. En mijn arm wordt nu echt lang door die camera. Dus ik ga mijn camera uitzetten. En ja. Het is vandaag dinsdag. En ik heb alleen een broekje aan. Nog geen broek. Dus ik ga eventjes een broek aantrekken. Want Rosa en ik die gaan foto's maken. Ze is hier als het goed is over 10 minuten. Want dan parkeert ze hier de auto. En dan gaan we op de scooter samen naar de stad. Net buiten de stad om foto's te maken. Ik moet nog even een broek aantrekken. En ik heb nu een body aan van de Zara. Maar ik heb er dus geen BH onder. Maar ik vind op zich wel dat dat kan. Maar dit is super handig als je gaat omkleden bijvoorbeeld. Want kijk, we kunnen nu niet in pashokjes van winkels omkleden, want winkels zijn dicht. Dus ik heb een body aan dat ik iedere keer een trui eroverheen en zo kan doen. Maar ik wil ook een foto met deze body en ik vind de BH hieronder niet zo mooi. Dus vandaar. Maar Rosa komt met de auto hierheen omdat ze en niet met het OV wil. Logisch, niemand gaat met het OV. En omdat het in Den Haag stad gewoon best wel duur parkeren is, dus dan zet ze de auto hier neer. Bij mij. En dan gaan we daarna samen op mijn scooter naar die stad. Ik heb ook trek. Hoi. Hallo. Zo. 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 Het lukt me niet. Oké, waar moet ik staan? Daar? Ja, een beetje hier en dan loop ik wel daar. Oké. Eerst met mijn blazer proberen. Ja. We zijn... Het licht is heel slecht. Maar we zijn vanaf de stad verplaatst naar de tuin. Ja? Helemaal niemand zoals je kunt zien. Dus we gaan hier eventjes de laatste twee fotootjes maken. En dan zijn we lekker klaar. Oh. Het is zo fijn in de duinen.
Ach. Het is vandaag woensdag en volgens mij heb ik gisteren naast de stad niks meer gefilmd. Ik weet het eerlijk gezegd eigenlijk niet. Maar het is dus vandaag woensdag. Even kijken hoe laat. Het is 11:30. Ik heb al gedoucht, opgemaakt, aangekleed en alles. En ik ga vandaag mijn hele kamer opruimen, inclusief mijn kledingkast. Ik ga er geen aparte video van maken, omdat ik dan meer bezig ben met de video dan met het opruimen zelf. Want dan wil ik er gewoon een leuk video van maken en dan ben ik niet echt bezig met het opruimen, denk ik. Dus dat ga ik niet doen. Ik zal wel in deze week vlog of nu een paar stukjes laten zien dat ik het ga opruimen. Maar ja, mijn kamer is gewoon echt een bende. Er ligt overal van alles en ik word er gewoon helemaal gek van. Ik heb net eventjes mijn beddengoed en zo in de was gedaan. Dus dat is nu aan het wassen. En dan hoop ik dat ik dat vanavond er alweer op kan doen, dat het dan droog is. Hier staan gewoon dingetjes wat naar mijn moeder moet en wat ook gewoon weg moet. Hier ligt zooi. Hier gebeurt heel veel. Mijn kledingkast is ook echt een bizar grote bende. Ik zal het maar even laten zien. Ik heb dit nog niet zo lang geleden opgeruimd. Maar het is nu gewoon al een bende. Want hieronder hangen dus broeken. Maar liggen ook nog broeken onder. Omdat ik niet genoeg plek heb. Er staan daar nog schoenen. Daar staan schoenen. Daar staan schoenen. Broeken, jassen, tassen, jassen. Maar wat ik nu dus wil gaan doen, want kijk, daarboven staat niet heel erg veel. Wat ik nu wil gaan doen is, hier ga ik al mijn broeken ophangen. Dan ga ik hier mijn schoenen weghalen, ga ik daar mijn rokjes neerleggen. En dan ga ik hier, denk ik, gewoon nog mijn jassen laten hangen. En wat ik dan hier ga doen, even kijken, want dit is ook echt een en al bende. Kijk, hier zou eigenlijk nog 3 laadjes moeten komen van de IKEA voor mijn ondergoed en zo. Is er nooit gekomen. IKEA is nu ook dicht. Dus dat gaat er voorlopig ook niet komen. Maar wat ik ga doen. Ik ga dit uitzoeken. Want eigenlijk bijna alles wat hier ligt. Ga ik wegdoen. En ik heb natuurlijk deze planken. En daar ga ik al mijn schoenen op zetten, denk ik. En dan ga ik die trui weer ophangen. Dus dit moet ik ook allemaal eventjes gaan uitzoeken. En misschien dat ik mijn jassen wel daar ga hangen. Maar ik moet gewoon nog eventjes kijken. Maar in ieder geval ga ik mijn kast dus een beetje omgooien. Maar ik denk dat ik dat als laatste ga doen. Ik denk dat ik eerst gewoon eventjes mijn kamer ga doen. Want dat is het hardst nodig. Ik wil straks ook eventjes lekker mijn badjassen in de was gooien. Ik wil eigenlijk van die haakjes hebben. Die ik dan hier aan mijn kast kan ophangen. Zodat ik hier mijn badjassen aan kan hangen. Want dat is ook al een stuk minder rommelig. Ja, die stoel daar moet eigenlijk gewoon weg. Dat is zo'n welbekende kledingstoel. Die iedereen denk ik in zijn kamer heeft staan. Eigenlijk wil ik het kastje ook opnieuw verven. Ik weet het alleen niet. Ik denk gewoon dezelfde kleur. Maar kijk, hij is helemaal lelijk geworden. Hier zo. En ja, het moet gewoon allemaal eventjes opgeruimd worden. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ook moet ik nog eventjes wat pakketjes op de post. Want ik ga wat terugsturen naar Zara. Ik heb iets op United Wardrobe verkocht. En iets terugsturen van de H&M. Maar ik heb geen tape. En Milan die moest nog naar huis om zijn schoolspullen te halen. Dus die is dat nu gaan halen. En dan neemt hij tape mee. Zodat we daarna die pakketjes op de post kunnen doen. Dus, goed verhaal. Ik ga denk ik maar beginnen met... Ja, waar ga ik mee beginnen? Ik weet het echt niet. Ik denk dat ik deze laadjes leeg ga halen. Want hier zitten dus allemaal schoolspullen in die ik eigenlijk niet meer ga gebruiken. Dus ga ik even kijken van oké, wat wil ik houden hiervan, wat niet. Hopelijk past het in één laadje, zodat ik ook weer een laadje vrij heb voor andere dingen. Oké, kleine update van mijn kamer. Ik ben mijn kamer gaan verschuiven samen met Miel. Kijk. Die kast die eerst hier stond, die staat nu daar. Die past er echt precies. Dan heb je mijn kast en staat daar die ladekast. En dan heb ik hier mijn spiegel. Nu heb ik echt hier veel meer ruimte. Dus dat is heel chill. Alleen ik moet nog eventjes alles opruimen. Deze schoenen gaan weg. Hier staan dingen die ik allemaal een plekje moet geven. Daar liggen allemaal dingen die ik een plekje moet geven. Dit heb ik wel allemaal opnieuw gedaan. Hier staan nu al mijn schoolspullen. Hier liggen tijdschriften en boeken. Hier liggen ook nog tijdschriften en boeken. En hier nog wat kaarsen voor in die kaars. Even kijken, hier ligt allemaal sportkleding. En joggingsbroeken. Hier ondergoed. Hier liggen nu allemaal bikinis. En zwembroek van Miel. En hier allemaal tassen. Dus deze kast is klaar. Oh ja, en hierboven dit. Alleen dit moet nog weg.
En die doos moet nog weg, maar ik moet even kijken waar ik dat ga laten. Maar dit laat ik in ieder geval zo staan. Die mag ook weg. En nu moet ik voor de rest nog eventjes een plekje gaan zoeken. Oké, mijn kamer is klaar. Ik ben er echt heel blij mee. Er zijn nog alleen een paar kleine dingetjes. Zoals die twee dozen moeten nog weg, maar we weten even niet waar we dat kwijt moeten. Deze wil ik eigenlijk boven zetten. Maar eerst even aan mijn vader vragen of dat mag, maar boven is zijn kamer. Ja, ik wil dat whiteboard eigenlijk weg, maar die is van Miu. Dus die moet wel blijven staan. Dit moet in de doos voor de uitzet, maar die staat op mijn broertjes kast. Dus daar moet ik straks even bij. En dat moet zondag mee naar mijn moeder. En deze stoel moet weg. Maar voor de rest ben ik heel blij. Veel beter. Oh, en ik heb hier eventjes van die haakjes in de muur geslagen, zodat ik mijn tas hier aan kon ophangen. En ik heb er nog wel een paar in de kast staan. Dus misschien dat ik er een derde haakje bij ga doen. Maar ik wil niet alle tassen ophangen en ook niet alle tassen kunnen hangen. Dus, en dan hier prullenbak. Nou, die moet dan nog weg zo. Dan heb ik hier een tafeltje. En daar staat allemaal make-up op wat ik gebruik als ik bijvoorbeeld uitga of gewoon naar school ga. Make-up kwasten, die wil ik straks ook eventjes schoonmaken. Hier zitten ook kwasten in. Ik ga het gewoon hierbij zetten. Maar nou, dat komt later wel. Mijn dagcreme, kleedje en spiegel. En hierboven hang ik die spiegel, want ik weet eventjes niet waar ik hem moet laten. En dan gewoon mijn bed. Maar mijn beddengoed is nog aan het opdrogen, dus die kan ik straks pas opmaken. Heel erg blij mee. Mijn kledingkast is wel echt nog een troep. Dus die ga ik morgen schoonmaken. Of opruimen bedoel ik. Maar daar heb ik nu geen zin meer in, want het is al 4:15. Het is vandaag donderdag. Ik ga echt helemaal aan de war met deze dagen. En ik heb lekker mijn, ja, ik weet niet, gewoon een beetje mijn chill shirtje geworden. Ik heb lekker mijn joggingbroek aan van Chiquel. En ik heb gisteren heel mijn kamer opgeruimd en verschoven en verplaatst en alles. En vandaag is het tijd om mijn hele kledingkast te gaan uitzoeken. Want dat is echt hard, hard, hard nodig. Ik heb gisteren al een klein beetje iets gedaan. Maar dat had ik geen zin meer. Dus die plank is nu leeg, want daar wil ik dus rokjes en zo gaan opleggen. En de schoenen die daar stonden, die staan nu hier. Ik weet niet of je het goed kan zien. Kijk, ik heb hier al mijn Isabel Marantz bij elkaar gezet. Hier mijn favoriete sneakers. Hier sportschoenen en die Vans. En daarboven andere schoenen nog. Maar eigenlijk wil ik nog eventjes wat meer plankjes. Want kijk, hier zit gewoon heel veel ruimte tussen. En die ruimte heb ik niet nodig. Dus eigenlijk wil ik alle plankjes een stukje naar beneden doen. Ongeveer hier, zodat er wat extra planken tussen kunnen. Zodat er wat meer schoenen gewoon mooi kunnen neerzetten, zeg maar. En dan wil ik hier eigenlijk nog 3 lades of 4. Ik denk dat er 3 passen. Dus die ga ik denk binnenkort eventjes bij de IKEA bestellen. Want de IKEA is nu natuurlijk gewoon dicht. Maar je kan natuurlijk wel online bestellen. Dus dat ga ik doen. Een paar extra plankjes en dan 3 lades. Maar die heb ik nu nog niet. Dus ja. Ik ga denk ik ook weer wat dingetjes op je Night Wardrobe zetten. Want ik heb gewoon te veel wat ik niet draag. En ook eventjes mijn jassen uitzoeken. Want daar heb ik er ook aardig veel van. Die ik ook niet echt allemaal draag. En vooral hieronder. Dus dat is wat ik van vandaag ga doen. Ik zal het een beetje versneld laten zien. Voor hoe lang mijn camera het gaat volhouden. En ondertussen ga ik lekker vlogjes kijken van allemaal mensen. Ik was nu nog deze aan het kijken. Ik zit dus heel erg te twijfelen om dus ook nu in quarantaine dagelijks te gaan vloggen. Maar ik weet gewoon niet of ik genoeg doe op zo'n dag om het leuk en interessant te maken. Maar het lijkt me dus wel heel erg leuk, want mij lijkt dagelijks vloggen dus heel leuk. Alleen door school, stage, werk heb ik daar gewoon nooit tijd voor. En nu dus wel. Maar ik denk dat ik het gewoon bij de weekvlogs hou. Ik weet het niet. Ik twijfel gewoon heel erg. Ik weet gewoon niet of ik wel. Waar is het even? Maar goed, ik ga nu eerst beginnen met mijn broeken en mijn rokken. En ik heb ook mijn Clarks. Nou, ze zien er echt niet meer uit. Maar op zich voor een tientje of zo kan ik ze echt nog wel verkopen. Oh, mijn batterij is aan het knipperen. Meen je dit nou? Maar kijk, dit zijn dus mijn Clarks. En er zitten wel wat spetters op. Maar misschien dat ik ze nog kan verkopen. En dan kan iemand ze gewoon zelf laten stomen of zo. Oh, die camera. Oké, ik ga de batterij in de oplader doen. En dan ga ik beginnen met opruimen. En dan als mijn batterij een beetje is opgeladen, dan zal ik wel verder aan jullie laten zien wat de staat is. Oké, ik ben klaar. Bijna. Ik moet nog een paar foto's maken voor op Unite Wardrobe. Maar dit is een hele staat met allemaal kleding
werkfoto's van heb gemaakt voor op je Nate's wardrobe. Bijvoorbeeld mijn Levi's broek. Nou, deze niet. Die is van Jet, dus die ga ik aan haar teruggeven. Reiners trui, nog meer truien. Dingetjes van Nicky, Lofies, Naked, Vlot, H&M hier. Echt van alles. Zomerdingetjes en winterdingetjes. Die is dus van Jet. Die ga ik teruggeven aan haar. Dan heb ik hier een stapje met wat ik ga doneren, zeg maar, in zo'n containerbak. Deze schoenen die zijn gewoon helemaal vies. Dus die ga ik ook gewoon in die bak gooien. En dan koop ik zelf gewoon nieuwe, want ja, die dingen die kosten geen drol. Die Clarks heb ik er wel op gezet. Kijk, ze zijn wel heel erg vies, maar ik dacht ja, er is vast wel iemand die dit voor 10 euro wilt hebben en ze zelf kan opschonen. En dit is mijn kast geworden. Even kijken, hier heb ik nu allemaal schoenen in staan. En daar wil ik dus nog extra plankjes, zoals ik zei. Daar staan een paar bakjes met nog topjes en zo, maar die wil ik dus in die laadjes gaan doen. En hier ligt nog een trui van Rowan, die moet ik nog even teruggeven. Dan heb ik hier al mijn truien hangen. Hier allemaal hoodies en dan hier allemaal van die gebreide truien. Dan heb ik hier allemaal t-shirtjes hangen. En dan vanaf hier heb ik een paar bodies, topjes, blousjes, andere soort blousjes en jurkjes. Dat is deze kant. Ho. En dan mijn andere kast. Ook helemaal opgeruimd. Kijk, hier hangen nu al mijn jassen. Daar staan twee tassen die ik niet kan ophangen. Of nou ja, die wil ik niet ophangen. En die kan ik niet echt makkelijk hier aan ophangen. Dus die staan daar. En mijn badjas. Ik wil eigenlijk mijn badjas aan mijn deur hangen. Maar ik heb nog geen haakje daarvoor. Dus die hangen hier ook eventjes tussen. Dan heb ik hier allemaal korte rokjes en broekjes. Hier heb ik spijkerrokjes. En daar heb ik spijkerbroekjes. Daar heb ik leuke andere soort broekjes. Leuke andere soort rokjes. En hier alles wat van leer is. En dan hieronder heb ik gewoon al mijn broeken en lange rokken opgehangen. Hier mijn spijkerbroeken, zwarte broeken. En broeken met een printje of weet ik veel wat. En daar hangt een broek van Miel. Dus deze twee. En misschien deze zijn van hem, maar hij heeft niet zoveel broeken. Dus ja, echt heel chill dat ik dit allemaal heb opgeruimd nu. En ik ga nog eventjes de laatste fotootjes maken voor je Nate's wardrobe. En dan ga ik denk ik alvast alles erop zetten. En zometeen ook eventjes douchen, want dat heb ik nog niet gedaan. En dan gaan we vanavond bij Milan's moeder eten, dus dat is heel gezellig. Oh ja, en voordat ik vragen krijg, ik wil jullie eventjes neerzetten. Voordat ik opmerkingen krijg en vragen krijg van, maar je hebt dat item pas net nieuw, waarom verkoop je dat nu al? En bla bla. Ik heb nu gewoon afgesproken met mezelf. Ik wil gewoon alleen nog maar items in mijn kast hangen waar ik blij van word. Waar ik gelukkig van word. Wat ik leuk vind. Wat ik mooi vind. En als dat niet zo is, ga ik het niet in de kast laten hangen. Omdat ik het maar net nieuw heb. Als ik het niet leuk vind. Of het past niet bij mij. Ik vind het niet mooi staan. Of sommige items ook. Dat vind ik gewoon niet mooi staan bij mijn figuur. Dus dan ga ik het ook niet dragen. Want daar word ik alleen maar onzeker van. Dus dan ga ik het niet in de kast laten hangen. Omdat het maar nieuw is. Dan geef ik het liever een ander leven bij iemand anders. En als het niet verkocht wordt, dan gooi ik het in zo'n bak voor het leger des heils. Een paar dingen die ga ik daar al naartoe gooien. Maar ja, ik wil gewoon alleen een kledingkast hebben met items die ik echt heel erg leuk vind. Die ik echt ga dragen. Waar ik gewoon blij van word. En bijvoorbeeld ook nu, ik mocht een nieuwe dingetjes uitzoeken bij Lofies. En ik zag heel veel leuke dingen. Maar dan dacht ik eerst in mijn hoofd van, oké, ga ik dit dragen? Nee, ik ga dit niet dragen. Oké, dan kies ik het niet. En normaal dacht ik, oh leuk, ja boeien, kies het gewoon. Maar nu heb ik gewoon ook bijvoorbeeld bij Lofies dan heel veel basic items uitgekozen. Als het goed is komt het pakketje vandaag binnen. Dus dan kan ik het laten zien. Maar ik heb heel veel basics uitgekozen. En gewoon items waarvan ik weet, oké, dit ga ik dragen. En dit vind ik leuk en dit vind ik chill. En ja, dus vandaar dat ik best wel veel weg heb gedaan. Maar gewoon omdat ik alleen nog maar een kast vul met allemaal leuke dingen. Dus dan weten jullie dat. En vandaar dat er dus ook zoveel op mijn United Wardrobe staat. Want alles wat hier nu in die kast hangt, vind ik gewoon oprecht leuk. En ja, al die blousjes, kijk, dit draag ik nu natuurlijk niet. Maar straks in de zomer ga ik dat wel dragen. En ook sommige dingetjes, die draag ik nu niet omdat het te warm is. Maar als het straks echt weer echt winter is, dan kan ik het ook weer dragen. Dus ja. Het is vandaag vrijdag. Ik heb net alle pakketjes voor United Wardrobe op de post gedaan. Ik had natuurlijk gisteren mijn kledingkast uitgezocht. En daar had ik heel veel kleding uitgehaald. Want ik wilde gewoon alleen nog maar kleding waar ik blij van werd. En ik heb echt wel iets van 19 dingen of zo verkocht. Dus dat heb ik allemaal net gelijk op de post gedaan. Zodat mensen het lekker snel in huis hebben.
Want ik vind het zelf ook altijd heel erg fijn als er een pakketje snel verzonden wordt. En ik heb gisteren het pakketje van Lofi binnengekregen. Dus dat ga ik eventjes aan jullie laten zien. En ik denk dat ik eruit ben qua ding van dagelijks vloggen. Ik denk dat ik het straks wel nog eventjes in een poll ga plaatsen op Insta of jullie het leuk vinden. Maar ik denk dus dat ik wel dagelijks wil gaan vloggen in deze quarantainetijd. Dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. En dan hebben jullie ook gewoon iedere dag een beetje vermaak. Dus ja, dat lijkt me wel heel erg leuk. Ik was er heel erg over aan het twijfelen. Want ik wil wel gewoon dat iedere vlog leuk en boeiend is. Maar ik hoop dan gewoon in iedere vlog een extra iets eraan te kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld sporten of een tag of een skincare routine, schoenen stash, tassen stash, hoe mijn foto's bewerk. Allemaal gewoon een beetje in die dagelijkse vlogs verwerkt in plaats van een aparte video. Dus ik denk wel dat ik het ga doen als jullie dat leuk vinden. Deze vlog komt natuurlijk dinsdag online. En dan, als het goed is, ben ik dan voor jullie gisteren, dus maandag, begonnen met dagelijks vloggen. Dus dan ga ik 2 dagen later. Dus als ik dan maandag vlog, dan komt die woensdag online. Zodat ik dinsdag heb om te bewerken. Of stel dat ik geen tijd heb, dat ik dan nog gewoon een dag speling heb, zeg maar. En dan iedere dag om 12 uur, denk ik. Dat lijkt me wel heel erg leuk. En ik hoop dat dat me gaat lukken en dat ik het volhoud en dat ik het leuk blijf vinden. Als ik kort op een gegeven moment na 2 weken denk, jezus, ik ben het echt zat dat dagelijks vloggen, ga ik gewoon weer terug naar het week vloggen. Maar het lijkt me gewoon heel erg leuk om te proberen, omdat ik het nog nooit gedaan heb. Maar goed, dat dus. Voor nu ga ik dit pakketje eventjes aan jullie laten zien. Ik heb namelijk weer een pakketje mogen ontvangen van Lofi's. En ik ben altijd heel erg fan van Lofi's. Ik hou echt van Lofi's items. Ik heb best wel veel dingen van hun in mijn kast hangen. Ook gewoon zelf gekocht. Maar ook van hun gekregen al eerder. Maar ik ben altijd heel erg te spreken over hun items. En ze hebben altijd wat originelere dingen dan andere webshops. Want veel webshops hebben toch vaak hetzelfde. En ik vind dat Lofi's daar zich nog best wel in onderscheidt, zeg maar. En ze hebben nu een hele leuke challenge. Afgelopen zaterdag is voor jullie, als het goed is, een foto op mijn Instagram voorbij gekomen met de challenge. Ik ga vandaag die foto's ook maken. En dat is dus een soort van je quarantaine dagboek. Je moet dus een foto maken om 8 uur 's ochtends, om 12 uur, om 6 uur en om 10 uur volgens mij. Die 8 uur en 10 uur dan 's avonds. Oh, mijn camera is vol. Ik ga even wat beelden verwijderen. Oké, ik heb wat beelden verwijderd. Maar voor die foto's dus mocht ik wat outfitjes uitzoeken. Wat items uitzoeken. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb niet alleen maar outfitjes daarvoor uitgekozen. Het zijn ook gewoon dingen die ik in het dagelijks leven zou dragen. En het zijn gewoon best wel veel basic. En daar was ik gewoon wel naar op zoek. Dus die ga ik even aan jullie laten zien. Als allereerst een wit oversized t-shirt. Zoals ik al zei, ik heb heel veel basic items uitgekozen. Maar ja, ik heb nog geen wit oversized normaal t-shirtje. Ik kwam er trouwens sowieso achter gisteren tijdens het opruimen van mijn kast. Dat ik heel weinig t-shirtjes heb. Heel veel t-shirtjes die er hangen, die zijn van Milan. En zelf niet van mij. Maar als eerste is gewoon een wit oversized t-shirt. En deze heb ik in een XS en was 18 euro. Dus die. Datzelfde t-shirt heb ik ook in het zwart uitgekozen. Precies hetzelfde t-shirt, maar dan in het zwart. Die vond ik ook wel heel erg leuk. En die was dus ook 18 euro. En heb ik ook in een XS. Sommige kleurtjes hebben namelijk heel veel kleuren in deze oversized t-shirt. Maar bij sommige kleurtjes hebben dus ook schoudervulling. Dus let er goed op als je dat gaat bestellen. Ik hou namelijk zelf persoonlijk niet heel erg van schoudervulling. Ik vind dat bij mij gewoon niet heel erg mooi staan. Dus let er goed op voordat je gaat bestellen. Want bijvoorbeeld de zwart heb je ook met en zonder schoudervulling. Dus kijk daar goed naar. Volgens mij zijn die met schoudervulling 20. En die zonder schoudervulling 18. Dan heb ik hem ook nog in het geel. Precies dezelfde. Dit vond ik ook echt een heel erg leuk kleurtje. Kijk nou. Als je straks lekker bruin bent. Als we hopelijk op vakantie mogen. Dan zou ik dit sowieso meenemen naar Bali. Want hij komt best wel. Hij komt net over mijn billen. Dus dit vind ik dan heel erg leuk voor gewoon als t-shirtje over mijn bikini heen aan. Als we naar het strand gaan. En als je dan bruin bent, is die kleur echt heel erg leuk. Dus deze. Dan nog een basic shirt. Maar dit is een crop top. En deze heb ik in een S. En dat was 16 euro. Want ik wilde graag dat hij wat meer oversized zou vallen. Omdat ik hem niet te cropped wilde, zeg maar. Oh, deze heeft wel schoudervullingen. Oh, wat ben ik dom. Daar heb ik niet op gelet. Oh, maar dat kan je eruit knippen. Kijk, als je er nou echt niet van houdt. Zo. Kan je het eruit knippen. Dus ik denk wel dat ik dat ga doen. Maar misschien staat het wel heel mooi. Ik ga het eerst eventjes proberen natuurlijk. Maar dit is in ieder geval een lila crop top. En ik heb dus van Chiquelle een lila joggingsbroek. Waar ik altijd heel erg veel de vraag naar krijg. Die is van Chiquelle. Maar daar leek deze me wel heel erg leuk op.
Dus die. En die heb ik dus in een S gekozen. Zodat die nog meer oversized valt. Dan een t-shirt met een opdruk erop. Maar deze vond ik zo intens leuk. Deze heb ik ook weer in een XS. En deze was 20 euro. Dus ik vind alle Lovis t-shirts ook echt heel goed betaalbaar. Je kan echt zien dat ik bijna alleen maar t-shirtjes heb gekozen. Omdat ik gewoon niet heel veel. Ja, ik heb dan bijvoorbeeld dit. Maar dit is niet echt een t-shirtje wat ik bijvoorbeeld naar buiten zou aantrekken. En ik heb er dan nog twee van G's Louise. De rest heb ik allemaal verkocht. Maar ik had gewoon geen leuke basic t-shirts. Dus bijvoorbeeld dit vind ik ook heel erg leuk. Die oversized shirt. Of zo'n latex legging of een leren legging of zo. Maar oké, goed. In ieder geval dit shirt. En die vond ik heel erg leuk. Bijvoorbeeld op een kort leerbroekje of zo. En hij valt nog best wel groot. Daar ben ik wel blij mee. Ik hou niet... er niet van als shirtjes wat strakker zitten. Dus die vind ik heel erg leuk. En die heb ik dus in een XS. En het is een beetje een donkergrijs anthraciet kleurtje. Dan een kort broekje. En dit is eigenlijk het enige uitspringende... noem je dat zo? Ik denk het niet. Maar het enige item dat er uitspringt, zeg maar. Qua niet basic. En dat is dit shortje. Oh, ik vind hem echt heel leuk. Kijk nou. Het is van zo'n tweed stofje. Ik vind het heel leuk. Van Sandro hebben ze hier dus ook een tas van. Eigenlijk zou ik nu die tas moeten kopen. Nee, grapje. Maar het is in ieder geval een shortje. En deze heb ik in een maatje S. En is 40 euro. En er zit ook een centuurtje omheen. Met zo'n grote gesp. En je hebt hier ook een bijpassend giletje bij. Alleen, ja, dat draag ik niet. Dus daarom dat ik alleen voor het broekje heb gekozen. En dan als laatste item. En hier ben ik echt verliefd op. Ik ben echt een beetje de laatste tijd... zonnebrillen aan het sparen. Ik heb ook weer wat items bij Monkey uit mogen zoeken. Daar heb ik ook twee zonnebrillen uitgezocht. Maar ik denk dat ik jullie dat in mijn dagelijkse vlog te zien krijgen van de week. Maar ik weet niet. Ik heb opeens echt een verslaving aan zonnebrillen. En toen zag ik deze. En die vind ik zo leuk. Er zit trouwens een heel handig zakje omheen. Die ik kan bewaren. Zit wel heel goed ingepakt. Oh, heel leuk is dit. Heel erg leuk. Kijk nou. Het is een hele grote bril met... paars. Ik weet niet of je het goed... ja, zo zie je het goed op de muur hier. Hij loopt... oh, jezus. Hij loopt over van paars naar dan een beetje, ja, goudachtig. Oh, hij is wel heel groot, maar ik vind het wel heel leuk voor festivals of zo. Niet dat dat doorgaat komende tijd, maar heel erg leuk. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus deze items heb ik allemaal van Lovis mogen ontvangen. Ik zal de t-shirtjes eventjes voor jullie aantrekken. Zodat jullie kunnen zien hoe het staat. En dan ga ik die foto's ermee maken. En laat ook nog eventjes in de reacties weten. Want deze vlog komt natuurlijk een dag voor mijn dagelijkse vlog. Laat eventjes weten of jullie het überhaupt wel een leuk idee vinden. Want als jullie nu massaal in de comments gaan zetten van... nee, je moet niet dagelijks vloggen. Dan ga ik het natuurlijk niet doen. Maar ik zal straks denk ik ook nog wel eventjes een poll... in mijn Instagram zetten om te kijken wat jullie ervan vinden. Dit is het gele shirt en let niet op de bende hier. Dat moet ik eventjes in mijn kast leggen. En dit zijn twee dekentjes. Maar dit is het gele shirt. Ik vind dit zo leuk. Dat lekkere oversized. En er zit ook echt perfect. Ik vind die mouwtjes heel leuk. Je ziet mijn tato daar nog. Ik vind dit heel leuk. En hij komt, ik heb nu geen broek aan, maar hij komt echt tot het randje van mijn bil, zeg maar. Maar voor nu vind ik dit heel leuk met een leren legging of juist een leren rokje. En dat je een beetje zo oppoft. Maar straks in de zomer voor naar het strand vind ik dit gewoon leuk. Om gewoon zo over mijn bikini heen aan te trekken. Oh, heel leuk vind ik dit. Echt. In Den Haag heb je natuurlijk een strand. Dus als ik dan bijvoorbeeld in Den Haag gewoon naar het strand zou gaan. Zou ik hier gewoon een spijkershirtje overheen onder doen. En dan dat shirtje eroverheen. Dat het toch lijkt alsof je er niks onder hebt. Maar stiekem heb je er wel wat onder. Snap je? Oh, heel leuk deze. Oké, ik zal die witte en die zwarte ook nog wel eventjes aantrekken om te kijken of die witte doorschijnt. Deze schijnt, ja, heel klein beetje mijn BH hier, maar qua onderbroek en zo verder niks eigenlijk. Dit is dan de zwarte, gewoon precies hetzelfde, maar dan in het zwart. En deze vind ik ook heel erg leuk. En dat vind ik bijvoorbeeld ook leuk om dan om je middel heen zo'n tasje te doen. Om het toch weer even iets meer af te maken. Of die rode om je schouder heen of zo. En dan, ja, leuk shortje eronder. Heel erg leuk. En dan de witte. Deze vind ik denk ik wel wat leuker pas als ik echt wat meer bruin ben. Want ja, nu is die... ik weet niet. Ik vind dit leuker als ik wat bruiner ben. Maar alsnog een heel erg chill shirtje. Dit korte broekje vind ik ook echt heel leuk. Ik heb dus van die bodies. Van die mooie halter bodies van de Zara. En ik denk dat die witte hierbij ook echt heel erg leuk zal staan. En dan kan je het doen met een paar stoere gimpen eronder. Of juist leuke laarsjes of iets. Of instappertjes.
Heel leuk deze. En ik ben heel blij dat ik een S heb genomen. Want een XS had sowieso niet. Dan het shirtje met die opdruk. En die vind ik ook heel leuk. Kijk, hij is eigenlijk veel langer. Maar ik vind het leuker om hem een beetje zo te doen dan. En dit vind ik ook weer leuk. Inderdaad, met wat ik zei, een leerrokje, leershortje of gewoon een spijkershortje. En dit is die crop top. En ik weet niet of je het kunt zien, maar die schoudervullingen zitten hier. Maar ik vind dat gewoon niet zo heel erg mooi bij mezelf. Dus dat ga ik er zo meteen uitknippen. En de paarse kleuren zijn ook niet helemaal hetzelfde. Maar op zich, ja, je bent lekker thuis, niemand ziet het. Dus ik vind dit een heel leuk outfitje zo. Kijk, ik heb de schoudervullingen er nu uitgeknipt. En dat vind ik echt al een stuk beter. Kijk, je kan ze gewoon heel erg makkelijk hier op dat naadje. Kijk, op dat naadje kan je het gewoon heel makkelijk afknippen. Voor als je ook niet zo hiervan houdt. En het staat ook nog eens prima. Dus het is niet dat het zonder die schoudervullingen er heel gek uit gaat zien of zo. Dus ik ga nu eventjes proberen een foto te maken. En als het niet lukt om zelf te doen, dan wacht ik eventjes op Milan. Want die is zijn jas en zijn pak naar de stomerij brengen om even schoon te laten maken. Dus als het zelf niet lukt, dan wacht ik eventjes op hem om te vragen of hij het kan doen. Maar ik ga het eerst even zelf proberen. Zo erg dat ik uitgeput ben van deze trap. Oeh. Maar Milan en ik gaan sporten in de tuin. Ik had dit hele leuke outfitje aan. Met die Lovis crop top en die broek van Chiquel. Maar het is best wel koud buiten. Dus ik moet eventjes een trui pakken. Ik heb een lila. Leuk erbij, maar die is wel krop. Dus dat ga ik niet doen. Oh jezus, hoor je mij hijgen? Dit is echt niet normaal. Kijk eventjes trouwens hoe leuk al deze gekleurde shirtjes zo bij elkaar zijn. 9 van de 10 die hier hangen zijn van Milan. Maar bijvoorbeeld die gele is van mij. Die groene is eigenlijk van de mannenafdeling, maar die delen we dus samen. Die paars is van mij, maar die roze zijn van hem. Die blauw zijn van hem. Maar goed, daar kwamen we niet voor. We kwamen voor een trui. Ik doe al gewoon lekker deze roze trui aan. De naam bedacht voor mijn dagelijkse vlog. Het gaat quarantaine en chill heten. Want iedereen doet al die dagelijkse vlog gewoon vlog 1 of vlog 2 of daily of weet ik veel. Mij leek quarantaine en chill wel grappig. Zo lekker kleurrijk. Voor mij de quarantaine en chill wel grappig. Ik heb de thumbnail gemaakt die ik voor iedere week vlog of voor iedere dagelijkse vlog ga gebruiken. Natuurlijk wel met iedere keer een andere foto, maar hetzelfde opzetje zeg maar. Dus ik heb er echt super veel zin in. Ik wil echt dat het nu maandag is, dat ik nu kan beginnen met die dagelijkse vlogs. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie reacties en zo. En ja, oké, wij gaan nu sporten. We hebben net lekker avond gegeten. Ik had een karbonaadje met sla. En dan gaan we sporten. Nu is al bezig in de tuin. Het is vandaag zaterdag en Zoe die komt me ophalen. Zoe die komt mij ieder moment ophalen. Het is nu 12 uur. Want we gaan eventjes een stukje wandelen door het bos heen. Had ik Zoe ook al een tijdje niet gezien. En we wilden eerst naar het strand, maar ik denk dat het daar heel erg druk gaat worden. Dus vandaar dat we naar het bos gaan. En ik heb eventjes lekker een makkelijke outfit aan. Een shirtje van Lovis die ik gisteren liet zien. Jasje van de Zara en mijn sportlegging en mijn Nicky schoenen. En Zoe die komt zo meteen met de auto dus. Ik heb een wipwap en ik heb kabeljauw. Ik ben weer thuis en ik heb me eventjes snel omgekleed. Ik heb dit t-shirtje aangetrokken van Lovis. Die ik gisteren ook had laten zien. Met gewoon mijn mom jeans van de Zara. Ik krijg de laatste tijd opeens zoveel vragen naar deze broek. Maar deze broek heb ik dus vorig jaar in september gekocht bij de Zara. Dus die hebben ze denk ik niet meer. Wel gelijk soorten, maar niet meer precies deze. En dan doe ik mijn jeansjes eronder. Maar oh my god, ik heb zoveel pijn aan mijn voeten. Zoe en ik hebben dus in totaal volgens mij 12,5 kilometer gelopen. Wat ik echt heel veel vind. Maar het was wel echt super gezellig. En het was ook gewoon lekker, lekker door het zonnetje lopen. We hebben ongeveer, wat zei ze nou? Een uur en 3 kwartier hebben gelopen. Ik heb ook een beetje rode wangetjes gekregen. Nee, maar het was echt heel erg lekker. En ook even gezellig. Lekker samen. We hebben toen kibbeling gegeten. We zijn nog eventjes naar de Intertoys geweest. Want haar neefje is vandaag jarig. En daar moest ze nog een cadeautje voor hebben. Dus dat hebben we ook gehaald. Maar ik heb zoveel pijn in mijn voeten. Ik kwam er dus ook net achter dat heel mijn sneakers, die Nicky sneakers, onder het bloed zitten. Omdat mijn voet dus had gebloed. Ik weet dus nu gewoon niet welke schoenen ik aan moet. Omdat iedere schoen gewoon pijn doet aan mijn voeten. Maar we gaan dus bij mijn moeder eten zo meteen. Dus vandaar dat ik wel schoenen aan moet. Jullie zien mij niet eens, maar goed. Dus ja, wij gaan eventjes 2 pakketjes eerst op de posten voor je nice wardrobe. Die liggen daar, die hebben we gisteren, die heb ik gisteren nog voor gekocht.
En dan gaan we naar mijn moeder en dan gaan we daar gezellig eten. En Sam en Joyce zijn er ook. En dan gaan we eventjes met mijn oma facetimen. Dus dat was ook gezellig. En ik heb zoveel zin om maandag te beginnen met wekelijks vloggen. Hoop ik dat. En trouwens, ik had dus van die inlegladers besteld bij de IKEA. Maar ik dacht dat ze gisteren zouden komen. Gisteren vrijdag. Dus ik heel de dag zitten wachten. Want die wachttijd was van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds konden ze komen. Dus ik heel de dag gewacht. Zorg dat er iemand thuis was. Niet dat ik heel ver heen kan met deze quarantaine dinges. Maar oké. Dus nou, ik heel de dag gewacht. En om 9 uur 's avonds had ik nog steeds niks. En ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Dus ik in die mail kijken. Wordt er pas zaterdag of vrijdag de 17e bezorgd. Dus dat is nog 2 weken. Dus ik heb die order geannuleerd. En ik heb het nu gewoon besteld en dan ophalen. Dus ik ga het maandag ophalen bij de IKEA. Dus dat krijgen jullie allemaal lekker te zien in mijn dagelijkse vlog. Ik heb er zoveel zin in om dagelijks te vloggen. Maar oké. Oh my god, mijn voeten doen zoveel pijn. Ik kan dit toch niet? Oh, het is vandaag zondag. En ik heb vandaag de hele dag niks gefilmd. Want gisteravond bleven Milo en ik bij mijn moeder eten. Had ik mijn camera meegenomen. Bleef hier gezellig eten. En we hebben eventjes Monopoly gespeeld. Ik had er al niet heel snel meer zin in. Dus ik deed al niet meer mee. En toen gingen we weer naar huis. Maar daar was ik dus mijn camera vergeten. Maar ik ben nu weer bij mijn moeder. Dus ik heb nu mijn camera pas. Maar we hebben vandaag de hele dag eigenlijk in de tuin gelegen. In de zon gelegen een beetje. Daar lekker gegeten. En daar zijn we hierin gekomen. En ik ga nu gelijk ook de weekvlog afsluiten. Want ik ga nu toch niks meer doen. Maar ik wilde wel nog eventjes mijn nieuwe bankje laten zien. Maar dat komt dus allemaal nog in een aparte kamervideo dinges. En heel veel mensen vragen altijd wanneer die komt. Maar die komt gewoon pas als dit kamertje helemaal klaar is. Dus ik ga natuurlijk vanaf morgen ga ik dagelijks vloggen. Dus deze vlog komt op dinsdag online. En dan mijn dagelijkse vlogs komen. De eerste komt woensdag online. Om 12 uur denk ik dat ik het ga doen. Ja, ik denk 12 uur. Dus ja, dit zal eventjes tijdelijk de laatste weekvlog zijn. En dan hierna alleen nog maar dagelijks vlog. Dus ik hoop dat jullie dat ook een beetje leuk vinden. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie morgen alweer in mijn dagelijkse vlogs.